Ja, hallo, daar zijn we dan. Bij Muziektalent in de Kempen. Alweer de 11e aflevering. Hier bij Anouk, de tierenlier. Ook er klaar voor, Anouk? Ik wel. Ook helemaal er klaar voor. Vandaag wasserij Steensel en de mannen die komen zo hier bij de bar. We doen namelijk een keer van de bar uit. Helemaal anders. En we denken dat dat ook leuk kan zijn. Ik hoop dat jullie genieten. En de mannen komen eraan. Veel plezier. Ja, daar zijn we dan. Welkom heren. De heren van Wasserij Steensel. Ik doe niet net of ik jullie niet ken. Ik ken jullie al even en we hebben al eens een keer een gesprek gevoerd, Theo. Hè? Ja, ja. Waar overigens erg gezellig was. Theo, Piet, Albert van Wasserij Steensel. Wasserij Steensel, de naam, waar komt die vandaan? Piet, begin met jou. Wasserij Steensel is de ruimte waarin wij dus al jarenlang repeteren. En daar wij uit Steensel komen, oorspronkelijk althans met z'n drieën, hebben wij daar een ruimte weten te creëren. En zodoende is die naam eigenlijk gelinkt aan de wasserij. Dat vonden wij, van oorsprong hadden wij eigenlijk een andere naam gekozen. Maar welke? Toen hadden we Bohado. Bohado stond voor Boegel, Hakkens en Van Doren. Maar daar vonden, wij meer een bedrijvennaam. Dus we hadden zoiets van, als er een slagerij van Kampen is, dan mag er ook best daarnaast een wasserij Steensel zijn. Ja. Dus vandaar dat wij er op die manier zijn bijgekomen. Leuk gevonden. Ja. Inmiddels... ik dacht Boekel, hoorde ik een ene keer. Ik dacht, oh ja, de ene komt van Boekel en de andere van Steensel. En dan, maar ja, waar kom jij dan vandaan? Ja, Doornen had ook. Doornen, oh ja, dat ook. Daar liggen wij het weg. Theo, jullie drieën, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen en hoe lang spelen jullie samen? Ja, ik geloof 25 jaar hebben we pas ontdekt, zeg maar. Ja? We hadden eerst een grotere band. Mijn man is 7-8, was altijd moeilijk om bij elkaar te krijgen, te repeteren, optredens te regelen. Ja. Dan hadden we op een gegeven moment een feestje en die mensen die wilden dat thuis vieren. En die hadden zoiets van, kunnen jullie niet wat compacter komen? Weet wel. Ja. Met z'n tweeën of z'n drieën. En zo is het eigenlijk begonnen. Dus toen ben je met drieën daar naartoe gegaan en meteen ook maar besloten om met drieën zo verder te gaan, Albert? Nou ja. Of Theo? Eigenlijk wel, ja. Ja? Daar hebben we een paar optredens mee gedaan. In het begin zat Piet nog op drums, ik op keyboards en Theo op de sax. En op een gegeven moment kregen we in de gaten dat Piet zijn eigen beter kon concentreren op de zang. En ik heb een Japans instrument waar nogal wat volk in zit. Exact, ja. Dus daar deden we de drums uithalen en de bassist. En Piet kon zich dan helemaal concentreren op de zang en Theo op de sax. Dus dat bleek een ideale combinatie te zijn. Ja. Piet, 25 jaar, zegt Theo net. Hoe lang kunt het volhouden? En hoe komt het eigenlijk dat jullie het zo lang volhouden met elkaar? Dat is ook de vriendschap die we onderling hebben. Dus dat is mede bepalend hierin. Maar ook... De sfeer die wij weten neer te zetten bij mensen, dat schept een bepaalde band. En dan gaan wij na afloop naar huis en dan zeggen wij zo tegen elkaar van, het was niet alleen een clash met het publiek, maar ook onderling. Dus onderling, de sfeer die is alles bepalend in het maken van muziek en dat bepaalt het eigenlijk allemaal een beetje. En die sfeer onderling, die is zodanig dat jullie daar... Volhouden 25 jaar, Theo. Ja. Ja. Verbazingwekkend, maar... Ja, dat zocht ik eigenlijk wel een beetje naar, natuurlijk. Nee, ik geloof best wel dat het niet verbazingwekkend is. Nee, ik geloof ook wel dat die klik er tussen jullie is. Ja. Albert, wat mag je zeggen, Theo? Het is geen heilige drie-eenheid, maar een drie-eenheid. Ja, maar er is wel een vriendschap ontstaan, hè, bij jullie. Ja, absoluut. Ja, dat was er eerder ook al. Ja, oké. Min of meer, ja. Ja.
Albert, welke muziek maken jullie? Ik denk dat typeren valt als heel breed. We hebben ja, toch nummers uit een breed poprepertoire. Rock af en toe, dat iets heavier is. Maar we hebben ook tango's gespeeld en big wins en walsjes en Weense walsjes en noem maar op. Als het moet, dan kunnen we het allemaal. Eigenlijk gelijk. Ja. Maar goed, afhankelijk van het soort feest dat er gehouden wordt, passen wij ons aan. Oh, dat is geweldig. Ja. Nou, om er een beeld van te krijgen, stel ik voor dat jullie je eerste nummer gaan spelen. Welk nummer gaat er zijn? Wie gaat vertellen? Dat is ons intro-nummer. Dat is een medley van Fats Domino. En hoe zijn we er ooit bij gekomen? In het verleden speelde Bobby Setter, een hele goede coverband uit België. Ja. Die speelde bij Café de Ster in Steensel tijdens carnaval. En Bobby was bevriend met Fats Domino. En toen heeft hij op een gegeven moment een medley achter elkaar gezet van Fats Domino. En die hebben wij een keer ergens zijdelings gehoord. En toen dachten wij, hé, dat is wel iets voor ons. Mede ook omdat de sax hier heel erg bepalend in kan zijn. En Theo is daarin een bedreven iemand. Ja. En vandaar dat wij hebben gekozen voor dat nummer om mee te beginnen. We zetten daar ook eigenlijk gelijk mee een toon in een feest. In de sfeer van, hé, dat gaat lekker, lekker vlotjes. Ja, ritmisch. Ja. Mensen meteen wakker schudden. Ja. Mooi. Dan gaan we naar luisteren. Nummer, of een medley van Fats Domino. En ik hoop dat jullie thuis ook wakker geschud worden. Tot zo. Hello, Josephine. How do you do? You remember me, babe. 'Cause I remember you. You still love me, call it ooh ooh ooh. You still live over under by the railroad track. With the green you could walk, I used to turn my back. Now it's time to believe it was a deal like that. Hello, Josephine, how do you do? I remember you. You still love me. I call it ooh ooh ooh. So bye bye. Baby, baby, bye-bye. Used to fly low, but you know, flying high. But what goes up must come down. That's why I'm leaving this old town. So bye-bye, my baby, baby, bye-bye. You know me, me no good in my heart. That's why I'm singing this song, baby, bye-bye. Well, you know what means right. That's why I'm leaving this old town. So bye-bye, my baby, baby, bye-bye. Come on, baby, and be my guest. Join the party and meet the rest. Everything's gonna be alright. So be my guest tonight. We gonna dance in the rock and roll. We gonna even do the soul. We gonna let you do best cuckoo. A special party just for you. My, my, oh my. See, you're so fine. Don't let me down. I'm the king, you can wear my crown. Let me be the one you love forever. We could make it work and fun forever.
say you laugh, it's only me, my heart is just a key. Let me hold you in my arms forever, forever. I just dealt to let you know I love you. And I could never place no one above you. You were made for only me, my heart is just a key. You and me, me and you, forever, forever. For only me, my heart is just a key. You and me, me and you, forever, forever. Hello, Josephine, how do you do? You remember me, babe, 'cause I remember you. You still laugh at me, I call it ooh, ooh, ooh. You still look over under by the railroad track with the green good morning. I used to turn my back. Now you're trying to believe it was a deal like that. Hello, Josephine, how do you do? You remember me, babe, 'cause I remember you. You still laugh at me. I call it ooh, ooh, ooh. So bye-bye, my baby, baby, bye-bye. Used to fly low, but you know, flying high. But what goes up must come down. That's why I'm leaving this old town. So bye-bye, my baby, baby, bye-bye. So bye-bye, my baby, baby, bye-bye. Dank je wel. Fats Domino, dat is ook alweer een tijd terug. Hè? Die man, is hij nou eigenlijk dood? Ja, ja, is dood, oh, ja. Ja. Oh ja, 1924 of zo, geboren ooit volgens mij. Dus dat is al even terug, ja. Ja. Dan zou je wel heel oud geweest zijn. Theo, hoe ben je zo muziek gaan maken? Ja, dat is te zeggen, ik ben eigenlijk een laadbloeier. Ik ben pas na mijn 30ste begonnen. Oké. Okay. Ja, dus ik kan ook geen noot lezen. Geen noot lezen? Nee. Ik heb altijd met Bertus Borgers en zo, daar heb ik altijd, dat was mijn idool, zeg maar. Hè. Ja. Saxofonist uit Veldhoven. Ja. Van Sweet the Buster. En, ja, ja. Dat weet je wel. De jeugd weet dat niet. Maar ja, ik had nooit gedacht dat ik het zelf ooit zou kunnen of willen gaan doen, weet je wel. Willen wel, maar. Toen kwam er in Steensel, hadden ze een fanfare, en nee, ik woonde dus in Steensel, er kwam een saxofoon vrij. Ik zeg, wat doe je met dat ding? Ja, die leek bij ons op zilder, zit erin. Wil hem eens proberen, weet je wel? Ja. Ja, neem hem maar mee. En ik kreeg dan een beetje les en een beetje noten lezen, dat ik een beetje mee kon toeteren in, ja, in de fanfare. Zo. Dus na 3 maanden liep ik al met Sinterklaas over. Na 3 maanden al? Ja, dat waren heel eens. Knap. Min, ja. Nee, maar dan nog? Ja. Zo'n rit-instrument is dan niet, ja, zo makkelijk om te spelen, lijkt me dan. Nou ja, het lukte me in ieder geval. Ja, geweldig. Dus en zo is het eigenlijk gekomen. Ik zie jou ook zonder blad spelen. Dat betekent, is het altijd improviseren of zit er, ja, een vaste lijn in? Ja, er zit min of meer een vaste lijn in, maar het staat niet op papier of zo. Nee. Zoek ik zelf een beetje uit zo. Ja. Het komt. Ja. Oké. Okay. Nee, bladmuziek, daar ben ik niet van. Dus. Nee.
Dat maakt, hem juist zo sterk. Vind jij? Ja. Oké. En waarom is dat dan zo, volgens jou? Hij speelt een dusdanige toon die, wat mij betreft, heel erg goed in mijn oren ligt. Dus het zuiver zingen is voor mij althans mede bepaald door zijn geluid. En dat is altijd perfect. Ja, ja. En als hij dat van papier zou moeten gaan doen, dan zitten we denk ik allebei een beetje te wringen. En, okay. Mooi. Het knappe van Theo, dat vind ik. Hij weet eigenlijk niet wat hij staat te doen. Hij kent zijn toonladders wat dat betreft niet, omdat hij de theorie ontbreekt. Ja. Maar hij hoort het, ondanks dat hij wat minder goede oren heeft, hij hoort het wel. En als we ooit van toonsoort veranderen, dan hoort Theo daar klakkeloos en speelt dan gewoon mee. Of dat een halve toon of anderhalve toon hoger of lager is. Dat kan niet. En dat vind ik ontzettend knap. Puur op gevoel. Ja. Voor mij typeert het een echte muzikant. Ja. Ja, voor mij ook, eerlijk gezegd. Ja. Als ik nou zo, Piet, als ik nou naar jou kijk en dan vraag, waar is nou de kwaliteit van Albert? Bij Albert is een veelzijdigheid. Hij kan op accordeon uitvoeren, maar Albert die voelt ook wel aan wat ik wil. En ook vocaal vult hij mij altijd heel erg sterk aan. En wij ook weer zonder bladmuziek zingt hij die tweede stemmen er altijd zodanig goed bij dat ik er een goed gevoel bij heb. Ja. Maar we hebben daar een hele goede match in. Dat gaat eigenlijk vanzelf. Dat is heel wonderlijk eigenlijk. Ja. Hè? Dat past ook goed. Ja. 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 Ja, vandaar dat jullie elkaar ook zo gevonden hebben. Hè? Dat dat zich gestabiliseerd heeft. Ja. 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 Wat is nou de kwaliteit van Piet Theo? De grootste kwaliteit bij zijn zang vind ik wel zijn entertainer. Ik kan een zaal aan de gang krijgen. Ja, ja. We hebben nooit zo'n taai feestje meegemaakt dat hij het niet op de rails krijgt, zo weet je wel. Oké, dat is knap. Het kan nooit heel lastig zijn om publiek aan de gang te krijgen. Zeker. We hebben ook geen setlijsten of zo. Piet die blaart wat in zijn boek en die kijkt wat er voor mensen zitten. En hij voelt aan wat ze willen, zeg maar. Ja. Wat je moet brengen. Ja. Ja. Dat is een grote kwaliteit en het zingen natuurlijk ook. Ja, oh. Oh, mooi. Ja, ik zag in mijn ooghoek iets gebeuren. Jullie volgende nummer waar jullie gaan spelen is? In ieder geval een nummer van Joe Cocker. Joe Cocker. Daar zijn we met z'n drieën toch ook wel fan van. We zijn natuurlijk toch op een bepaalde manier leeftijdgenoten van hem. Hè? Alhoewel dat hij dood is, zijn wij gelukkig nog niet. Net precies. Maar... Ja, wij zijn ook van de Woodstock-generatie. En toen heeft hij eigenlijk zijn bekendheid is toen begonnen. Ja. En ja, goed, ik denk dat we met z'n drieën altijd gewaardeerd en gevolgd hebben. Ik heb er alle cd's van. En ja, we hebben op het ploegfestival, wat nu 5 jaar heeft plaatsgevonden, of 6 jaar, ook een paar keer een Joe Cocker set gedaan met een wat bredere bezetting. Okay. Dat we echt met een man of 7, 8 ja. waren. En met achtergrondzangeres, blazers erbij. Ja. En ja, dan kun je toch net iets meer en realistischer wat hij gedaan heeft naar voren brengen. Ja. Dus, en dat hebben we altijd met heel veel plezier gedaan. Ook zeker omdat de stem van Piet. Zich daar verleend. Ja, die lijkt wel iets op Joe Cocker. Hij kan hem nog iets forceren en dan. Dan gaat hij helemaal lekker, dus wat dat betreft, dat past ons. Hij is iets minder spastisch. Nou, dat wou ik net vragen. Doet hij ook zo piano spelen? Ja, dat heet hij nog Joe Cocker, hè? Welk nummer, Piet, van Joe Cocker? Unchain My Heart. Unchain My Heart. Unchain My Heart. Daar gaan we naar luisteren. Unchain my heart. Baby, let me be. 'Cause you don't care, but please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain.
help me no more. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me so about it, pillowcase, but you let my love go away. Unchain my heart, set me free. I'm under your spell, like a man in a dream. But you know damn well that I don't stand a chance. Unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you worry me night and day. Why leave me to a life of misery? Wel. Unchain my heart. Waar ging dat nummer eigenlijk over? Ik begrijp eruit dat hij... Albert. Wat nummer, ik ben eigenlijk niet zo van de teksten. Nee. Ik ben echt... ik ga altijd voor de muziek. Ik heb zelden een tekstboekje wat ze nou eigenlijk allemaal willen vertellen. Ik ga eigenlijk puur voor de muziek. Ja, ja. Dus misschien dat iemand anders weet. Ik weet het niet, maar... Nou, ontketen mijn hart, maar... Ja, ja. Ik vind ook... Meer weet ik ook niet. Als je het over kunt brengen wat er bedoeld wordt, dan is dat hetgeen wat je wilt. Ja. En jullie vertelden net dat je de sfeer wil maken. Betekent dat jullie ook echt alleen voor feestjes gevraagd worden? Of doen andere dingen nog? Of? Geen begrafenissen, denk ik. Ja, dat hebben we gedaan. Kan geen toeval zijn dat ik het vraag. Ja, er was een vriend van Theo. En wij kenden hem ook best goed vanuit het Steenselse. En toen hebben we toch een heel indrukwekkend optreden in de kerk, zeg maar, afgegeven. Ja. En dat maakte heel veel indruk.
Ja, dat geloof ik wel. Ja, geen feestmuziek uiteraard, maar... Het was het repertoire van de overledenen, dus... We hebben toen nog wel wat strubbels met het pastoor gehad, want dat was net in de periode dat de kerk nog niet zo open stond voor een band op het, altaar. Dus, maar we hebben dat toch voor elkaar weten te krijgen en ook de pastoor stil weten te krijgen. Dus, mooi, mooi. Niet dat je de pastoor stil krijgt, maar dat dat soort dingen toch kunnen in de kerk. Ja. Ja, dat is toch het huis van mensen, denk ik dan. Ja. Mm-hmm. Ja. Waar spelen jullie normaal gesproken? Overal, denk ik, hè? Overal waar wij gevraagd worden, daar gaan wij spelen. En het liefst spelen wij eigenlijk bij mensen thuis. Gewoon in een kleine setting. Dan weten we ook zeker dat het een succes gaat. Dat voelt zo. Ja, ja. Of op een zondagmiddag in een donkerbruin kroeg. Dat wil ook wel eens passen. Ik vind het eigenlijk ook belangrijk... Dat mensen weten wat voor soort muziek dat wij brengen en wat voor een ambiance dat wij kunnen brengen. Dat ze dat van tevoren weten, dat ze daar goed in kunnen schatten. Ja. We hebben een hekel aan om naar feestjes te gaan waar we eigenlijk niks van af weten. Wat voor volk komt er, heel jong, heel oud. Ja. Op zich vinden wij het belangrijk dat we weten ook een beetje waar we aan toe zijn. Ja. Waar ja. we op in kunnen spelen. Ja. Plus dat we ook niet een band zijn die... op uren tijd ophoudt. Dus als je bij particulier speelt, dan kon het wel eens ooit 4:30, 5:00 worden voordat wij eens aan het inpakken gingen. Oh, ja, echt waar. Oh, wat gezellig. Nou, dat lijkt me wel een feest dan. Ja, dat waren zeker. De leuke feesten. Ja, ja. De feesteling, ze waren toen 25 jaar getrouwd of zo, die moest morgens gaan melken. En wij waren de spullen er vast aan het tilgooien. Niet op z'n rug. Dan zal hij ook niet echt fris meer geweest zijn. Nee, dat denk ik ook niet. Het zal wel karnemelk geworden zijn. Ja. Zoiets. Nee, maar dat zijn wel de leuke momenten. Dus ja. De leuke herinneringen aan dit soort feesten. Ja. Die je inmiddels door alle jaren heen veel opgebouwd hebt, denk ik. Mooie herinneringen. Ja. 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 Absoluut. Theo, jullie doen ook, begreep ik net... Ja, sommige sets, net als Joe Cocker, dan op Steensel, in Begijk bijvoorbeeld. Ja. En campersessie ook. Campersessie ook. Ja. En dat doen jullie vaker? Hebben we best vaak gedaan. Ja. De laatste die we gedaan hebben was van Van Morrison. Ook weer met een bredere setting. Willy de Ville hebben we gedaan. Eddie Wally zelf. Eddie Wally ook nog. Ja, jongen. Dat is een heel mooie herinnering. Ja? Ja. Ja. Eddie Wally op de campersessie was heel erg gedurfd. Moet je je voorstellen, er komen alleen maar mensen die naar popmuziek komen luisteren. Ja. Dan staan wij geprogrammeerd op zondagmiddag. Ik ben helemaal uitgedost als Eddie Wally, met cape en al. En bij het eerste beste nummer en de eerste toon die we aansloegen, kwam er al een bierglas richting het podium. En de gitarist is bij het tweede nummer, is die van het podium afgegaan. Die wou er niks mee te maken hebben. Ja, net een nieuwe gitaar. Dus die, ja. Ik denk, dat gaat er niet wegwezen hier. Ja. Maar dan zijn we er nog niet. Dus ik had de nodige potten bier naar me toe geworpen gekregen. Ja. Maar dan slaan we standaardags de krant open, het Eindhovens Dagblad. Staat er een half pagina artikel in, met zo'n foto, van Eddie Wally. Het ging alleen maar over Eddie Wally. Dus... Wij hadden toch op de een of andere manier positief gescoord. Ja, geweldig. Ja, later is het publiek ook een beetje bijgestuurd. En, ja. Zijn eigen bijgestuurd. Dat ze het echt de lol ervan inzagen. En hebben toch nog een leuke middag gehad. Ja, ja wel een bijzondere keuze, ja. Is dat het nummer waar je nou als derde nummer gaat? Nee, dat gaan we niet. Oh, jullie verrassen ons wat dat betreft niet in die zin. We doen het wel Nederlandstalig. Ja. Het nummer van de scene. Van de scene. Blauw. Ah, okay. Vinden we zelf een hartstikke mooi nummer. Ja. Is ook een schitterend nummer, inderdaad. En waar mensen altijd, bijna altijd in ieder geval mee gaan deinen, zingen en dansen. Ja. Oké, leuk. Dan gaan we naar luisteren naar de scene nummer Blauw.
gedronken en gezien. Hoe geen vrouw ooit krijgt wat ze verdient. De tien duurt een seconde, de gedachte blijft voor altijd. Ik heb vannacht gedronken en gezien. Ik heb vannacht gekeken en beleefd. Hoe geen vrouw ooit krijgt wat ze geeft. Er is geen macht ter wereld die niet vroeg of laat op zij trapt. Ik heb vannacht gekeken en beleefd. Zojuist gedronken en gezien. Hoe jij van mij nooit krijgt wat je verdient. Als weer een die altijd vooruit en daarom nooit opzij kijkt. Ik heb vannacht gekeken en gezien. De gedachte blijft voor altijd blauw. Dus hier kom ik dan, hier ben ik nu. Ik geef mezelf aan jou blauw. Zitten weer op. Het gaat allemaal vlug voorbij, zo'n uitzending. De 11e overigens alweer. Piet, leuk gevonden? Ja, het was een speciale ervaring om hier voor Camper TV ons ding te mogen doen. Dat we ook hiermee verder de camper in kunnen komen. Dus ik vind het bijzonder. Nou, dankjewel. Oh. Wij vonden het ook super bijzonder dat jullie er zijn. En Theo ook bedankt. Albert hier bedankt. Jullie kijkers thuis ook geweldig bedankt. Voor het inschakelen en toch weer kijken naar onze camper. Talenten de camper. Nog even zeggen. Hieronder staat dadelijk het adres
waar je je kunt opgeven, want jullie kunnen ook zo'n podium krijgen. De vorige keer heb ik speciaal gevraagd of kinderen willen reageren. Ik doe dat nog een keer, die oproep. Er is nog niet zoveel van kinderen reactie geweest. Maar ik zou het erg graag en erg leuk vinden om met kinderen een keer een programma te maken. Verder wil ik natuurlijk de tierenlier bedanken. Super, iedere keer de gastvrijheid hier. En het is tot in de puntjes geregeld. Dus daarvoor dank. De crew bedankt en publiek super bedankt. Nogmaals jullie thuis bedankt en tot de volgende keer.